Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom weer vanuit de Johanneskerk in het prachtige Prinsenhagen, een mooie wijk in de stad Breda. En vanavond heb ik hier een hele bijzondere gast, mijn goede vriend Johan Petersen. Vandaar ook het thema van vanavond, geliefde liederen door Johan Petersen. En Johan en ik kennen elkaar al heel veel jaren. Ik weet nog dat hij meekwam naar het mannenkoor in Nijkerk met zijn vader, als jochie van een jaar of 17. En ik hoorde al heel snel van, hé, die heeft een goede stem. Toen kwam Johan ook naar de Martinmans Formation, naar het mannenkoor in Waddinxveen. Bij vocal group Voice ging hij zingen, bij de Urkermans Formatie. Kortom, overal waar ik mag dirigeren, ging Johan mee op een gegeven moment. We hebben samen reizen gemaakt naar Zuid-Afrika. En ik ben blij dat hij hier is vandaag. Maar hij heeft ook iemand meegebracht, zijn echtgenote Carina Petersen gaat meespelen op panfluit. En dat is natuurlijk een prachtige aanvulling, de combinatie panfluit en orgel is al heel erg mooi. Laat staan zang, panfluit en orgel. Dus we gaan vanavond genieten van de bovenste plank. Bedankt voor het afstemmen, dank voor de donaties en bedrijven die de uitzendingen mogelijk maken. Want er wordt echt wereldwijd naar gekeken. We gaan beginnen met een prachtig lied wat Johan heel vaak gezongen en solo gezongen heeft al bij de mannenkoren. Maar vandaag zingt hij het solo hier vanuit Breda. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Geliefde liederen door Johan Petersen vanuit Breda. Zijn oog rust zo teder op mij.
Opening. Heel mooi en met gevoel gezongen door Johan Petersen. Het volgende lied dat gaan we met z'n drieën voor jullie spelen en zingen. En dat is het mooie wat de toekomst brengen mogen. En we doen dat niet op de melodie zoals we die allemaal kennen, maar op de melodie van The Rose. Prachtig. Hele mooie tekst van Jacqueline van der Waals. Op de melodie van The Rose, wat de toekomst brengen mogen. Thank you.
Ja, het is altijd mooi om samen ook psalmen tegen horen te brengen. En Johan zingt ze graag en dat gaat hij laten horen in een prachtige bewerking van Psalm 134. Dat is Heer een zegen op uw dag. Het volgende lied is een droom die geen bedrog is. Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij. En het is altijd mooi als je zo'n geweldige stem hebt, dat je dat zo mooi vertellend kunt zingen. Dat prachtige gedicht, op muziek gezet door Martin Sonnenberg. Maar we doen het nu ook weer gedrieën, panfluit, tenor en orgel. Een droom die geen bedrog is. Thank you.
een prachtig lied. Vaste rots van mijn behoud is misschien wel een van de bekendste, een van de oudste liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Maar het blijft altijd weer indrukwekkend mooi. Zeker ook als je dat derde couplet eenmaal als de stonde slaat dat dit lichaam sterven gaat. En dan krijg je die opbouw als je opklimt tot des rechterstroon. Nou, niemand kan dat mooier vertolken dan Johan. En we gaan het samen begeleiden op panfluit en orgel. Het bekende vaste rots van mijn behoud. Thank you.
Een ander prachtig lied is Mijn Jezus, ik houd van u. Dat gaan we ook gedrieën voor jullie spelen en zingen. Op dit prachtige orgel hier in Breda kan je
die prachtige tenor van Johan heel mooi begeleiden. Dat heldere geluid van zijn stem en dan dat mooie, donkere, getinte orgel eronder. En dat gaan we laten horen in het volgende lied. Blijf bij mij, Heer. En daarvan gaat Johan twee coupletten zingen. Een lager getoon zet. Eerste couplet, blijf bij mij, Heer, want de avond is nabij. En dan in het volgende vers gaan we omhoog. En dan krijg je dat prachtige, houd hoog uw kruis voor mij, verdonkerend oog. Licht in de schemer leidt mij naar omhoog. Johan Petersen in Blijf bij mij, Heer. Ja, en zo gaan we naar het eind van ons programma en we sluiten af met een van de lievelingsliederen die we alle drie heel graag zingen en spelen. En dat is De Heilige Stad, terwijl ik eens lag te slapen. Geniet van Carina Johan, begeleid op het prachtige orgel hier in Breda. Thank you.
Deze indrukwekkende uitvoering van de Heilige Stad zijn we aan het eind gekomen van ons programma. En ik begin om Carina en Johan van harte te bedanken voor de geweldige samenwerking. Ik heb er ontzettend van genoten om dat te mogen begeleiden. Ja, in tijden waarop je elkaar niet elke dag ontmoet en samen muziek kunt maken, waar en hoe je maar wilt, is het heerlijk om online ook deze dingen te mogen doen. En dan met zulke fantastische muzikanten helemaal.
Geliefde Liederen door Johan Petersen is de titel, maar zeker ook heel mooi medebegeleid door Carina op panfluit. En ik mocht af en toe wat meedoen hier op het orgel in de Johanneskerk in Breda. Wim en Ellen de Penning verzorgde beeld en geluid, zoals van ouds, fantastisch voor elkaar. Dank voor het kijken, dank voor de donaties om ons werk in stand te houden. Ook de bedrijven die een banner plaatsen, zo ook het bedrijf van Johan Petersen bijvoorbeeld. Nou, informeer maar bij Johan, zijn omzetten die stijgen alle kanten op. Dus wat dat betreft, goede referentie. Voor straks wel trusten en ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.